Iedereen droomt. Maar stel je hebt een vriend of een vriendin en je hebt een heftige droom waarin je droomt dat je met iemand naar bed gaat. En diegene is niet je partner. Houdt het dan in dat er een onbewuste verlangen is of is een droom gewoon een droom? Ik ben in Utrecht en ik praat hier met jongeren over hun dromen. Wat is jouw meest bizarre droom geweest? Mijn meest bizarre droom? Dat ik ooit door een krokodil word opgegeten. Dat je van zo'n klif afvalt. En dan schrik je wakker? Of ga je ook helemaal zo? Ja, ik droom wel heel vaak dat ik van een gebouw afspring. En dat ik gewoon kan vliegen. Volgens mij ben ik hier achterna gezeten door monsters. Gewoon zeg maar zo van Monsters & Co. Dat type. Ja, dat keer werd neergeschoten. Een heftige droom kan als hij je heel erg angstig maakt, je waarschuwen voor dat datgene waar je mee bezig bent, wat je aan het doen bent, dat misschien helemaal niet jouw manier is, dat het helemaal niet bij je past. En als je juist een hele heftige droom hebt gehad, maar je wordt toch heel erg positief wakker, dan kan het juist op een wat rare manier gezegd hebben dat je juist heel erg goed bezig bent, maar dat het misschien wel eens heel erg spannend kan zijn wat je aan het doen bent. Dromen zijn een verwerking van je dag, van wat je allemaal langs ziet komen en alles, denk ik. Ja, ik denk eigenlijk een beetje hetzelfde wel. Dat het verwerkingen zijn in een bizarre vorm. Maar dat het verwerkingen zijn van je ervaring overdag of in het leven. Wat zijn dromen? Ik denk een stukje onderbewustzijn, angst of iets wat je graag wil bereiken. Een droom is een nachtelijke voorstelling, zeg maar. Waarin allerlei beelden en kleuren en geluiden soms getoond worden. En het is eigenlijk een andere vorm van bewustzijn. Heb je nooit gedroomd dat je bijvoorbeeld met Beyoncé naar bed bent gegaan of zo? Nee, niet met Beyoncé. Wie dan? Ja. Heb je wel eens gedroomd dat je met vreemd gegaan? Ja. Oké, maar wat betekent dat? Blijkbaar niet een goede meisje. Dus als je droomt dat je vreemd gaat, zit er iets niet goed? Met degene met wie je bent dan? Waarom? Het is toch een droom? Het is een droom, maar ja, een droom heeft een aanleiding. Hè? Ja, het zou kunnen, ja. Dat er misschien net iets ontbreekt. Ik denk dat elke man het wel eens heeft gehad. En met de rest, ik weet niet, je kiest er niet echt voor, het gebeurt gewoon. Kan het een boodschap hebben? Wellicht. Ik denk dat ze een boodschap hebben, dat ze wel degelijk een betekenis hebben. Een tijdje geleden droomde ik dat ik in een soort koepelgebouw was met allemaal gangen. Het was wel bizar dat ik de kleuren nog heel helder kan herinneren. Oranje en paars. En ik heb nog steeds geen idee wat ze... Van niks. Oranje en paars. Ja, inderdaad. Zie je, het was gewoon een voorspellende droom dat wij naar jou toe zouden komen. Blijkbaar.